Vanmorgen werd ik wakker door het gegil van mijn vrouw. Ik zeg, Maxima, wat is er in godsnaam aan de hand? Ze zegt, nou, iets heel ergs. Matthijs van Nieuwkerk is overleden. Nou, ik schrik me natuurlijk helemaal de tandjes. Maar wat blijkt, ze had natuurlijk gewoon dat bericht niet goed gelezen. Ik zeg, nee joh, hij is niet overleden. Hij is gestopt. Maar toch ging ze maar door. Met keihard janken en gillen. Gelukkig is mijn vrouw inmiddels weer tot rust gekomen. Ook dankzij medicijnen. Maar dat neemt niet weg, meneer van Nieuwkerk, dat we een probleem hebben. Want mijn vrouw heeft nou elke dag tussen 7 en 8 verder niks te doen. En daarom wil ik jou bij deze een zakelijk voorstel doen. Namelijk dat jij vanaf nu 5 keer in de week op Paleis Huis ten Bosch even een uurtje met mijn vrouw kon praten. En we hebben ook Alina Rijn al gevraagd aan Yvonne Jaspers en die komen ook. Denk er even over na. En uiteraard speelt geld geen rol. Je weet toch...